Sisters met I Don't Feel Like Dancing. Misschien heb je het gezien gisteren op tv. Of misschien ook niet. We waren te gast bij Jonas en Van Geel. Waar we verteld hebben dat we wat met een actie begonnen zijn voor Rode Neuzendag. Jij en ik. Mm-hmm. Ja. Ja, klopt. We willen eigenlijk zo snel mogelijk of zo goed mogelijk ook gewoon die Rode Neuzen echt op de kaart zetten. En die verspreiden over heel Vlaanderen. Mm-hmm. En we dachten, hoe kunnen we dat nu beter doen dan aan elke burgemeester in Vlaanderen daar een rode neus aan te verkopen. Minstens één. Maar dat zijn dus alle steden en gemeenten in Vlaanderen. Het zijn er 308. Ja, dat weten we omdat we ook elke morgen op zoek gaan naar een ochtendburgemeester. Dus zo wisten we al dat er 308 zijn in heel Vlaanderen, steden en gemeenten. En nu moeten we dus eigenlijk al die burgemeesters een neus aansmeren, liever. En dat moet tegen dinsdag. Als dat lukt tegen dinsdag, dan gaan Jonas van Geel en Koen Wouters ook iets bijzonders doen. Dan gaan zij een show presenteren als vrouw verkleed. Dat is raar. Maar dat kan ook wel iets hilarisch op. Ja. Maar het is dus wel de bedoeling dat het echt slaagt. En daarom, ja, ik wist gewoon niet goed waar anders te beginnen. Ik ben gewoon even gaan horen bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Ik heb de directeur daarvan aan de telefoon, Miek Vos. Miek, goedemorgen. Goedemorgen. Miek, zijn we wat voorbarig geweest en misschien iets te optimistisch? Is het haalbaar, denk je, op een week tijd alle burgemeesters contacteren? Het is een uitdaging, denk ik. 308 is niet zo evident, maar wij zetten alleszins volledig onze schouders onder de actie. Oh. Wij hebben ook al contact genomen met een mailtje naar iedereen. En we hebben al vanmorgen meteen een foto doorgekregen van Stefan Anseeuw van Brakel met de rode neus erop. Die zal mee. Ik denk het wel dat het zal lukken. Oké, dat is goed. Want ik vroeg me inderdaad af, kunnen wij gewoon binnenvallen in die stadhuizen? Of moeten we best een afspraakje maken? Hoe hoort dat te gaan? Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van de drukte van een burgemeester. Ja. Soms, het is altijd wel handig als je het seintje zou laten. Okay, best even bellen misschien. Mensen hebben het ongelooflijk druk, ja. Okay, maar voor zoiets staan ze echt wel open. En ik denk dat iedereen ook het idee enorm genegen is. Ja, het gaat natuurlijk om die psychische problemen zoveel mogelijk bespreekbaar te maken. En jij zelf weet ook hoe belangrijk dat is, hè? Ik weet dat ook, absoluut. Ik heb in een vorig leven ook nog een directeur geweest van een centrum geestelijke gezondheidszorg. En dan heb ik daar eigenlijk ook wel echt wel van staan kijken hoe zwaar dat die mensen echt wel moeite doen om de zaken echt goed aan te pakken en mensen eruit te helpen. Ook veel moeite doen voor jongeren. Mm-hmm. Maar we zien ook wel dat het nog altijd een beetje een taboe blijft voor de omgeving, voor jongeren zelf, voor mensen in het onderwijs. En men heeft toch nog altijd het gevoel dat het heel zwaar op de maag ligt altijd. En dat is natuurlijk ook wel zo, maar dat hoeft ook niet altijd zo bekeken te worden. Ja, dus dat zijn echt ook de opdrachten natuurlijk van Rode Neuzendag, om te zorgen dat dat bespreekbaar wordt, maar tegelijkertijd ook zorgen dat er wat centen binnenkomen voor bijvoorbeeld zo'n Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Absoluut. Natuurlijk. Absoluut, Allee, maar ik ben blij dat jullie met de Vereniging dat van Vlaamse Steden en Gemeenten... Dat we op jullie kunnen rekenen. Dat geeft me al zeker zekerheid gevoel. Voilà, dat is gewoon... Ja, dat is zeer goed. Nee, je mag absoluut op ons rekenen. Wij staan achter jullie. Dankjewel. Merci daarvoor, Miek, en een fijne dag nog verder. Salut, hè. Dankjewel. Yo. We zeggen dat we gewoon maar even 308 telefoontjes moeten doen, hè, Heidi. En 308 gaatjes in onze agenda vinden om even langs te gaan. Komt helemaal in orde. Stel nu dat jij je burgemeester ziet vandaag. Kan je eens even zeggen dat we mijn neus gaan aansmeren? Dat zou fijn zijn.